Goedemorgen, daar zijn we weer. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden, de blogs. Ik word in ieder geval heel veel uitgelachen. Chagra, jij weet wie ik bedoel. Oh, wacht, ik bedoel gewoon jou. Anyway, vandaag, ja, wat gaan we vandaag even doen? Ik. Het is iets waarbij je heel veel gaat doen. Kijk, nou lopen we ondertussen even naar mijn auto. En kijk dan, wat een lekker ding is het. Zo. Ik dacht natuurlijk, we gaan met de auto, maar we hebben de auto geparkeerd hier bij het treinstation in Salau. En dat was voordeliger. Nou ja, dat zijn wel Hollands. Jullie hadden het vast al geraden waar ik heen ging. Het gaat nu een beetje duidelijker worden. Voor de mensen die hier eerder zijn geweest. Ik ben bij PortAventura. Oftewel Walibi keer 10 denk ik. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik zie wel een rijtje staan, maar het valt wel mee. Dus we gaan het zien. Ik heb er zin in. Hey, ik ben er en kijk eens Roland wie we daar hebben. Onze casa di mama's en Bertolli's uit Italië. Het is toch niet waar? En ze lopen ook al met een smartphone te bellen en te doen. Ik vind dat wel leuk. Leuk is, ik ben echt blij dat ik nu op zich nog even naar achtbaan naartoe kan. Want over een paar weekjes heb ik mijn operatie, mijn buikwandcorrectie. En dan kan ik echt een paar maandjes denk ik niet in een achtbaan. Dat lijkt me niet echt heel lekker wanneer je een scheur in je buik hebt van heup tot heup. Dus let's do this! Je krijgt hier een beetje een Lilo en Stitch gevoel. Aloha! Het is echt wel een beetje fantastisch van dit. Oké, ik scheid inmiddels alle kleuren van de regenboogvlag, want ik ga zo meteen in echt de allerhoogste achtbaan die er is. Ik weet niet hoe hoog hij is, maar ik denk dat hij hoger is dan de Goliath. Dus als ik niet overleef, I try. Oh, dat was intens. Dat was echt heel intens. Hoor, hij did it. Maar echt. Even teruggetrokken in Chinatown Shenzhen. Helemaal niemand hier. En ik voel me een beetje Mr. Bean hier. Constanza, grazie. Grazie. Ja, daar zit je dan. Het duurt ongeveer anderhalf uur voordat er een trein komt, dus jammer gaat lopen. Ook weer goed voor de verbranding, want ik zit nog steeds vol van het ontbijt en het is inmiddels, weet ik veel, heel veel uren later. Dus even een stukje lopen dan. Zo, dat was mijn dagje dan. Ik moet zeggen, PortAventura is echt wel een heel mooi park. Het ziet er echt heel goed uit, mooi onderhouden. Ik denk dat voor iedereen echt wel iets leuks te doen is. Ik ben wel weer toe aan het slaap, want worden ouder, hè? Ja. Yeah. Nee hoor, ik word helemaal niet oud. Grapje, dat wisten jullie best.